Daar zijn ze. We zien twee mooie exemplaren, Homo sapiens, jonge mensen. Je ziet, ze zijn wat in de war. Niet zo gek natuurlijk. Het kan nu elk moment gebeuren. Kijk, het meisje gaat eerst, ze hoort dat, ze weet niet wat er overkomt. Zo gaat het met de puberteit. Een kliertje in haar hersenen, de hypofyse, maakt hormonen die voor de groei zorgen. Daar kan ze niks aan doen, dan groeit ze razendsnel. Eerste handen, voeten, kijk eens, die heeft nieuwe schoenen nodig. Vanaf nu gaat het hard. Wat is dat, wat is dat? De borsten die beginnen zich nu te ontwikkelen. 10 jaar, moet je nagaan. Het meisje is er wel eerder bij dan de jongen, hè? Zie je dat? De jongen staat er maar. Ho, de jongen moet er nu ook aan geloven. Terwijl het meisje al schaamhaar begint te krijgen, begint de jongen pas aan zijn puberteit. Het meisje gaat als een speer. Schaamhaar en borsten in de groei en in de lengte schiet ze ook omhoog. Dat is grappig. Ze groeit zo snel dat ze het zelf niet meer kan bijbenen. Ze heeft haar lichaam niet meer onder controle. Oeh, dat moet pijn doen. Ook nieuwe schoenen voor de jongen. Hé, dat is... Die ziet van alles gebeuren in de onderbroek. Zijn ballen worden groter. Tenminste, ja, dat gebeurt het eerst. Dat groeit er allemaal hard. Na de ballen wordt de penis ook groter. Het kan ook zomaar zijn dat hij zometeen een erectie krijgt. Dat gaat soms vanzelf. Een beetje geluk. Kunnen we daar nog wat van zien? Het meisje zit nu volop in de groeispurt, zie je? Met haar armen en benen is het bovenlichaam dat langer wordt. En nu zijn haar heupen en dijbenen aan de beurt. Het wordt allemaal breder, botten groeien en er ontstaat meer vetweefsel. De jongen krijgt nu wat schaamhaar, nu pas. En ook onder de oksels groeit wat. En is echt helemaal de kluts kwijt. Gaat hem veel te snel. Het lijkt wel een dronken marionet. Links, rechts, toch maar links. En er is iets grappigs bij zijn hals. Hij ontwikkelt een adamsappel. Leuk is dat, hè? Echt zo'n bobbel. Die zorgt voor een lager stemgeluid. Ai, ai, puistjes bij het meisje. Tja, de huid wordt vetter in de puberteit. En dan krijg je dat. Maar ja, dat gaat later weg. De ijsprong kan elk moment aanbreken. Ah, prachtig. Volgens mij wordt ze nu toch echt vruchtbaar. Het meisje heeft haar eerste menstruatie. Dat schrikken zijn de eerste keer. Ja, ja, ze schrikt er ook wel van. Ongesteld zijn heet dat in gewoon Nederlands. Ze is echt een vrouw. En dat ongesteld zijn krijgt ze vanaf nu elke maand. De jongen staat ook op scherp, hoor. Want als het goed is, dan zijn we lijfgetuigen van zijn eerste... zaadlozing. Ja, ja hoor. Wat een mooie. De eerste zaadlozing. En het zal zeker niet de laatste zijn. Het bovenlijf van de jongen dan. Ah, het lanceert hem echt. Wat een end. En oh, ook bij hem nu de puistjes. Gelukkig worden zijn schouders ook breder. Dat maakt het weer een beetje goed. Het meisje is nu over de piek van haar groei. Vanaf nu groeit ze veel langzamer. De jongen staat iets te doen. Krabben. Is hij aan het krabben? De baardgroei zal het zijn. De eerste donzige haartjes. Heel zacht. Ja, zoals alles in de puberteit komt dat niet bij iedereen op hetzelfde moment. Sommigen kunnen de ontwikkelingen allemaal veel langer duren of juist sneller gaan. Of juist heel anders uitzien. Dat is ook niet erg trouwens. Zo, die jongen is er nu wel klaar voor. Nog wat borsthaar misschien. Heel langzaam. Dat gaat nog wel even zo door. Het meisje is echt een vrouw nu. En wat voor een. Kijk eens, 16 jaar. En wat een prachtig exemplaar. Dat ziet die jongen nu ook. Doodmoe is die. Het is ook een zware trip hoor, die puberteit. Maar kijk dan, man. Kijk uit je toppen. Ja, hij gaat er naartoe. Ze is helemaal volgroeid. Bij hem duurt het nog wat langer. Mooi hoor. Fascinerend om er zo bij te zijn. Elke keer weer.